Welkom iedereen bij een nieuwe game op mijn kanaal. We gaan even vandaag even simuleren 1 seizoen. Dan gaan we kijken wat we kunnen zien wie de kampioen wordt van de Eredivisie, de Premier League, de Bundesliga, Ligue 1, La Liga en de Serie A. De belangrijke competities en wie de verrassingen zijn of wie de teleurstellingen zijn. Noem maar op. En de biggest transfer. Noem maar op. Dus we gaan kijken. Maar dit is een soort introductie video. Want dit is best wel leuk om te doen. Wat willen jullie zien? Of wat willen jullie zien? Welk team moet ik doen? Zet even de comments neer. En dan maak ik daar een rat van. En dan ga ik daar wel beslissen wie ik doe. Je kan maar één naam kiezen. Ik mag hem één keer kiezen. Dus hier, eerste comment was gekozen als een stem. Dus als je ziet, oh, ik wil graag dat jij zoveel jij wil doen, prima. Watford, prima. Moet wel in top 5 league zitten. Want het is niet leuk om MLS of wat dan ook te doen. Gewoon, of top 5. Dus de Eredivisie vind ik prima. België vind ik ook prima. Duitsland, Engeland, Spanje, Frankrijk, Italië en Spanje, zeg ik het alweer. En Spanje, eventueel als ik dat niet gezegd heb. Die landen is prima, weet je. Dan vind ik prima om mee te doen. Engeland natuurlijk ook. Of Schotland eventueel. Maar je kies één naam eruit of één club. En dan kan ik daarmee spelen. Dus je mag één keer stemmen. Met één antwoord. Dan maak ik daar een rat van. En dan gaan we kijken wie het gaat doen. Ga daar een serie van maken. En kijken hoe goed die club zal worden. Als het Ajax is, moet hij dan elk jaar kampioen zijn? Ja, en gaan we worden? Ja of nee? Etcetera, etcetera. We gaan nu even lekker simuleren. En dan zie ik zo weer terug. Want het duurt een beetje een tijdje om dat te doen. Tot zo. Nou, daar zijn we. Het is eindelijk klaar. Eén seizoen. Is voltooid. Ik krijg allemaal berichten hier. Dus dat ik weet niet hoeveel berichten, maar even heel veel. Ik ga het even vast doorheen. Maar ik ben benieuwd wie het kampioen is. We gaan direct en dan kijken in de Eredivisie. Hier. En zo te zien heeft Ajax gewonnen. Stand. Waar zit de stand? Hier stand. Prima. Ajax kampioen. Oeh. Met 80 punten. 2 verlies. AZ tweede. Utrecht derde. Vierde. Vijfde. Vierde. Vitesse vijfde. PSV. Zesde. Feyenoord. Gedegradeerd. Excelsior zit dat. En de Graafschap. Kampioen is enigszins al logisch, maar dat PSV 20 punten minder hebt, alhoewel is heel spannend hè, 6 punten tussen de nummer 2 en nummer 6. Op zich dat is wel goed te merken. Maar. Wat heeft Dinges gehaald, Kovac heeft PSV gehaald, niet veel. Duke de Jong zit in belangstelling van Espanyol, Romero van Gladbach. En deze komt van Bayern Leverkusen. En ik ben benieuwd wat Ajax heeft gehaald. Of spelers, van nieuwe spelers. Gouwleeuw. Dat is 1. Siem de Jong was er al. Maar. Voor de rest niet heel veel hè. Huntelaar met de meeste doelpunten. Zie je de meeste assist, zie ik. Maar voor de rest eigenlijk zijn we niet heel veel ingekocht. Behalve Gouwleeuw. En Kagawa gehuurd. Dat had ik niet verwacht. En verder. En Denzel gehuurd. Dat is dat klaar. Dat is niet... Heel veel Frans, alleen verrassend dat PSV
En Feyenoord zo slecht presteren. De beker, de Nederlandse beker, Johan Cruijff, Nederlandse beker heeft ook Ajax gewonnen. 2 van Feyenoord. Waar is PSV in de halve finale van Ajax verloren. Daar geen verrassingen. Dan gaan we naar de Premier League. Engelse Premier League. Liverpool is kampioen geworden. Arsenal tweede, City derde, Spurs vierde, vijfde, Chelsea zesde, United. De normale top 6 zit in de top 6. De degradatie is Watford, dat is de enige verrassing, had ik niet verwacht. De topscorer is Mitrovic, Fulham. Oké. Aubameyang met de tweede topscorer. En Chris Woods als derde. Dus op zich geen verrassing hier. Alleen al love dat Chamberlain na het seizoen weer te koop staat. Wie heeft er meer gekocht? Niks anders, hè? Zie ik. Ja, Tierney gekocht. En dat was het. En Arsenal moet iets gekocht hebben om te kunnen presteren. Goulam. Duda. Die Duda doet het aardig goed. Hij kwam van Hertha BSC. Hertha BSC. En dat was het. En Forsberg gekocht. Dat is op zich niet hele grote veranderingen. City heeft niet heel veel wijzigingen. Weigel gehuurd. Verhuurd aan. Oké, dus gekocht en dan terug verhuurd. En dat is de enige Alex. Yang O'Hara, die komt van New York City. Oké, City, wat zit hier nog gehad? Spurs. Semedo. Frenkie de Jong, hoe is hij gegaan? Hij is voor 20 miljoen naar Spurs gegaan. Verrassend. Voor de rest. Draxler gehuurd van PSG en voor de rest niet. En gewoon Chelsea kijken. Als De Ligt heeft Chelsea gekocht voor 30 miljoen. Een koopje, wat zeg je wel. Verder. Niet veel. Alleen De Ligt. Maar buiten de Champions League tickets. En United heeft niet heel veel bijzonders. André Silva gekocht. Doucouré gekocht. Pavon gekocht. Dit is best veel gekocht trouwens. In vergelijking tot. Dan gaan we nu naar de Bundesliga. Is daar wat? Bayern. Had ik niet anders verwacht. Stand. Bayern als nummer 1. Maar 1 punt boven bij Leverkusen. Bij Leverkusen doet het goed. Schalke doet het goed. Dortmund viel wel tegen. Leipzig doet het goed. Werder Bremen is eindelijk na jaren gedegradeerd. Maar ja, dat is het ABC. De verrassende 7e plek. Maar de top echt verrassing is bij Leverkusen. Dan gaan we naar de League 1. Forama, PSG als de kampioen op doelsaldo. Ik zeg op doelsaldo. Olympique Marseille ging uitstekend, jongen. Dat had ik niet verwacht. Ik had eerder Monaco verwacht of Lyon. Maar blijkbaar heeft Olympique Marseille iets goed gedaan. En ik zei: kijken, Volen gehuurd, Elneny gehuurd, best wel veel huren. Niet veel bijzonders. Ze hebben wel echt een goede prestatie. Misschien boven kunnen. Dan gaan we naar de Serie A. De Serie A. Juventus zult zien. Ja. Met 6 punten voor op Inter. De top 7 is niet verrassend.
Maar ballon, nou wel, dat het degradeert. Had ik niet verwacht. Nou, ben benieuwd wat ze daar gaan doen. En dan gaan we naar de La Liga. Of is het hier niet La Liga? De Primera División, volgens mij. Premier League. Oké, okay, gaan we even naar even Atletico Madrid Atletico Madrid. Wat de hel? Wat is hier dan in Spanje? Dan gaan we gewoon Spanje. Ja, dat dacht ik. Spaanse First Division. Oké, okay. Atletico Madrid is kampioen boven Real. Verrassend. Barcelona als derde op gepaste afstand. Atletico Madrid, wat heeft hij als Werner? Of Werner? Ja, hij heet Werner, maar. Argentijn. Ze hebben vier doelmannen, maar. Voor de rest is het niet echt. Iets nieuws. Nee, ze hebben niet heel veel aankopen gedaan. Real Madrid. Heeft hij een naar dat. Oh, woe, wacht. Zit hij voor 65 miljoen vooraan? Rugani gekocht. Bertrand Traoré, hé. Hoeveel is hier gegaan? 44 miljoen. Oké, dat had ik niet verwacht. Op zich is het jammer. Hier niet zo heel veel. Misschien hij. Oekraïner, die komt ja uit Dynamo Kiev. Oké. Voor de rest niet veel bijzonders. Waar zit. Nederland als land. Tweede groep in J. In de groep van Gibraltar, Kazachstan, Ierland, Montenegro en Oostenrijk. Ze hebben twee wedstrijden gewonnen, één gelijk, één verloren. Van wie heeft ze verloren nu? Van Montenegro. Oké, thuis nog zelfs. Gibraltar maar 3-0. En waar ze nog ook gelijk gespeeld ergens. Hier tegen Oostenrijk. Ook weer thuis. Dus dat zal lastig zijn. Van Dijk zag ik ergens staan. Hier, waar speelt hij nog steeds bij Liverpool? Dat is 72 miljoen waard op dit moment, maar. Oh, en ze hebben ook de Europa, de Champions League gewonnen. De hele Champions League. Of zitten in de finale? Nee, ze hebben gewonnen. Van Bayern in de finale 2-1. Ze hebben heel veel geluk gehad tegen Real Madrid waarschijnlijk. Tegen Spurs gewonnen, gemakkelijk. Hier tegen Lokomotiv Moskou heel erg makkelijk. Nou, dat was het. Oh, we hebben de Europa League ook nog. Oh. Europa. Hoe heet dat nou? UEFA.
Champions League, Champions. Europees Champions, maar je daar ook andere van. Hoe heet die andere? Wacht, we kunnen wel zien als we dit doen. Oh, dan niet. Als we hier gewoon naar PSV gaan, want die waarschijnlijk. In een Champions Cup. Oh. Oké, dan Feyenoord. Feyenoord. Ik wilde even die dingen zien. Europa Cup. Europa Cup heeft als titelhouder Inter. En die heeft Chelsea Arsenal. Hoe? Dat heeft Arsenal heel slecht gedaan. Inter kon heel goed door. Hier met Wassel. 1-0 winst en 1-1. Inter van Olympique Lyon gewoon. Zoals je ziet. Door penalties. Daar hebben ze weer geluk. Dus twee keer geluk. Tegen Chelsea heeft ze in de finale gewoon 2-0 gewonnen. Dus dat zijn de winnaars van al die leagues. En ik zie dat mijn opname meer dan een uur is. Dus hele op. Van simuleren na een seizoen is een uur tijd. Maar goed. Zet even in de comments in welk team je wil. En weer dat ik dit. Hoe vaak ik weer opneem per week. Dus als je het leuk vindt, geef het een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En misschien zie jou als team misschien wel een titel bereiken. Wie weet. Zet in de comments in welk team ik moet kiezen uit welk land. Dan zeg ik altijd blijven lachen. Ciao, ciao. Vergeet niet te abonneren. Bijna 250. Ciao.